wat je ziet bij het World Trade Center. Dit zijn beelden van gebouw nummer 7. Ja. Hele lange. Ja, zullen we deze maar eens even pakken. Kijken wat we dan zien. Zie je een brand van boven eerst? Zie je wel rook? Ja, stof krijg je altijd. Er is niks van tevoren uitgehaald, hè? Zie je vanaf boven gaan? Nee, je gaat vanaf onder. Die gaat vanaf onder, ja. Toch? Ja. Ze hebben gewoon kolommen weggeblazen. Er is nagesprongen. Dit valt anders als het World Trade Center. Vind je niet dan? Ja, je ziet het. De onderste verdiepingen gaan eerst. Ja, en de rest zakt er gewoon in. Dus dit is controlled demolition. Zeker weten. Zeker weten. Er is nagesprongen. Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts. Maar dit is ook op 11 september gebeurd. Dezelfde dag? Dezelfde dag. Dezelfde dag? Weet je dat zeker? Ja. Daar gaat hij weer. Ik kan me herinneren dat ze zeiden dat er nagesprongen is, maar het heeft dagen gerookt. Er was al veel rook weg. Was het zeker weten de 11e? Dat kan heel waar zijn. 7 uur nadat de World Trade Center naar beneden viel. Ja? Hebben ze hard gewerkt? Ik ken de constructie van het gebouw niet, maar dan hebben ze heel rigoureus, heel snel lading aangebracht. Ze hadden dan wel de mazzel, omdat er al zoveel verwoest was in de omgeving, dat je dan ook niet zo secuur hoeft te zijn. Hè? Je kunt je voorstellen als daar allemaal gebouwen rondstaan die gewoon intact zijn en intact moeten blijven, met gevoelige computerapparatuur, daar moet je heel precies van tevoren je verzwakking aanbrengen enzovoort enzovoorts. Maar zo ja, netjes hebben, ziet het er wel uit, alsof ze het heel netjes hebben gedaan. Ja, oké, dat kan wel zo zijn, alleen ik doel dan meer op. Op misschien inderdaad het plaatsen van pakketlading in plaats van al dat voorsnijbrandwerk en een lineaire snijlading toepassen. Hè? Dus, gewoon rigoureus, omdat het toch een zootje was. Geen snijbrandwerk, maar gewoon alleen wat ladingen. Gewoon ladingen er tegenaan en echt snel. De situatie was volledig vervuild in de omgeving. Okay. Ja, nou, Even globaal dan. Stel dat u die opdracht zou krijgen. Kijk, dit is de plattegrond van dat gebouw. Hier zie je van nummer 7. Dat is nummer 7, ja. Dit zijn de dragende stalen kolommen. Oh, dat zijn er niet eens zoveel. Nee, dat zijn er niet zoveel. Dat verklaart heel veel. Dat verklaart wat dan? Dat het snel kan. Dat kun je snel opblazen. Dit kun je heel snel opblazen. Want ja, want kijk, ik weet natuurlijk niet de hoogte van de vloeren, dan maar dat vooropstellen. Mm-hmm. Maar misschien dat ze in het midden wat meer verdieping hebben geplaatst. Maar in principe behoor je alleen maar per kolom. Je zou dit nog met snijbrander en snijladingen kunnen doen. Maar welke kolommen moet je opblazen om het gebouw zo netjes te laten instorten als we nu net zagen? Dit hart. Dit hart. Alhoewel, dus ik wil deze 12 of zo. Ja, alhoewel als ik wel een fotootje gezien heb op het internet vanaf boven gezien. En dan was het toch niet zo netjes hoor. Want dan stonden de Russen nog ergens aan de zijkant wanden zo van 13, 14 verdiepingen nog overeind. Nee, het was heel netjes. Nou, dat kan ik je laten zien op het internet. Ik zou niet meer even weten wat het filmpje het was. Maar dat lag niet zo mooi op een hoopje, laat ik het zo zeggen. Kijk, van de 47 was die net ingekort. Dit is het hoopje. Nou ja, kijk eens. Dat bedoel ik. Dat is nog heel wat. Maar je kunt er omheen lopen. Ziet u? Nou ja, oké. Okay, maar dit is zo netjes dat je er omheen kunt lopen. Maar dit staat nog. Ja. Dat bedoel ik. Je laat precies de foto zien die ik bedoelde. Maar dit is een ander gebouw. Is dat een ander gebouw? Ja, dat is het gebouw daarnaast. Dat hebben ze later dan ook gesloopt. Nee. Puin ligt er toch tegenaan, zou je zeggen. Ja, maar dat gebouw is nee, dat is bij mijn weten niet gesloopt. En dit gebouw ook niet? Ik weet niet zeker, maar in ieder geval, dit is gebouw 7. Dit hoort daar niet bij. Dit is het Vierzongebouw, heet dat. Even kijken, hoe moet ik het nou zien? Is dit een ander gebouw? Ja. Tja, waren er maar meer foto's van. Nou, er zijn ook wat luchtopnames van, maar overal zie je toch duidelijk dat alleen gebouw 7 keurig is ingestort met de buitenwanden naar binnen. Als ja, een maar dat als een doe je om te beginnen. Je begint hier met je eerste tijden
En dan, wat je vertrouwen zei, naar buiten toe. Ja. Zodat die vloeren naar binnen knikken enzovoort enzovoort. En maar, een lading in een H-balk, laten we zeggen dat het een H-profielen zijn geweest. Je hebt maar twee gaten te branden. Het midden een snijladertje, twee zo schuin en dat doe je beneden nog een keer. Je zet een druklading er tegen, een stuk hout en een druklading. En je sluit ze aan en boem, het is weg, hè. Het is, dat doen wij ook. Wij laten ook staalconstructies omduikelen of in elkaar storten. Maar hoe lang zou u ermee bezig zijn om dit gebouw dan... Nou, als je hier met voldoende mensen naartoe gaat en eentje geeft de streepjes aan wat er bij snijbrandjongen dat moet gaan doen. Een snijlading er tegenaan met een stuk duct tape is no time. No time werk. Mm-hmm. Een minuut per lading, nog niet. Een half minuut. Nou, je moet natuurlijk... alle leidingen en alle bedrading moet je aanbrengen. Dat valt allemaal reuze mee. Dat iedereen kent zijn taak. Hè? Met hoeveel man heeft u hoeveel tijd nodig om dat te doen? Dat weet ik niet precies. Maar... Maakt u een inschatting? Ja, dan moet je wel ervaren mensen hebben. Maar als je een man of 30 of 40 zou hebben. Kijk, een paar met de snijbrander. De rest brengt hem aan. Andere mensen sluiten dat deadcord met die boosters aan. Dat moet allemaal precies allemaal op hetzelfde moment gaan. En weer een derde die zet de elektronische systemen erop. En dan gaat hij. En dit gebouw kan niet spontaan zijn ingestort. Doordat bijvoorbeeld aan deze kolommen hier of deze hier beschadigd zijn op deze manier. Nee, dat lijkt me sterk. Nee, dat lijkt me sterk. Huh? Maar ik heb dus absoluut geen enkele beeld van de zijde van die grote torens naar gebouw nummer 7 toe. Nou, dat heb ik ook nog een beetje als hypothese bekeken. Kijk, dit is de schade zo'n beetje in het hele gebied. En hoe ver stond het, stond het er vandaan? Dit gebouw 7 stond er het verst vandaan. Ja, maar hoeveel meter praten we van deze af dan? Dat weet ik niet precies, maar ze hebben wel berekend dat dit het gebied is waar alle stalen kolommen zijn gevallen. Oké, maar als... Het echte klein... Dit is alleen maar klein puin. Maar het is wel beschadigd geweest. Het is wel beschadigd geweest. Maar als dit 63 meter is, mm-hmm, en het gebouw is 415, dan begrijp je wel dat die theoretisch flink aan raken. Maar dat is ook bevestigd. Het gebouw was ook beschadigd. Ja. Niet zo erg als dit gebouw. En zeker niet zo erg als deze gebouwen, maar het was... licht beschadigd aan de buitenkant. Een paar kolommen waren in ieder geval... Nou ja, dan is het natuurlijk de keuze aan de eigenaar om te zeggen van nou, we knappen hem op of weg ermee. Maar het is niet zo dat als je de buitenste kolommen, en je hebt hier bijvoorbeeld 3 en hier, dat die dan zo zou instorten, zo netjes. En toch zie ik hier ook toch weer datzelfde principe dat er aan de buitenzijde... En dan hele delen niets. En dan aan de binnenzijde staan er dan in feite relatief maar weinig kolommen. Dat klopt, ja. Nou, want ik val me dan toch weer op. Dat kan een reden zijn geweest voor die meneer Silverstone of Stein of hoe die mag weten. Uh-huh. De eigenaar van het gebouw. Van de eigenaar van het gebouw. Dat hij zegt van ja, kijk eens. Het gaat me gewoon een bom duiten kosten. En wat heb ik terug? Nog steeds hetzelfde oude gebouw. Dus, en op dat moment... Denk ik dat Giuliano heel eenvoudig een sloopvergunning afgeeft. Voor hun, alsjeblieft, als je er vanaf wil, zo snel mogelijk. Oké, maar het kan bijvoorbeeld niet door brand zijn gedaan. Dat er een brand gewoed heeft en dat het gebouw zo... Is nou ja, misschien dat er wel wat van brandende delen zo ver wegvliegen lijkt me ook stug. Maar ik weet het niet. Dit is voor mij gissen, hè. Ja, nou goed, in ieder geval op de beelden die wij zagen kon je duidelijk zien... Dit is door mensen gedaan. Dit is door mensen gedaan. Dit is met dus met daar hoeven we geen discussie over te hebben. Nee. Dit is ook een opdracht. Meneer heeft het zelf gezegd. Je hoort het hem zeggen. Pull it down. Ja. Weg ermee. Even kijken, want hier zie je bijvoorbeeld de rookpluimpjes. Het bijzondere hiervan is dat je de rookpluimpjes van onder naar boven ziet gaan. Zie je? Wat wil je me zeggen dan? Rook gaat altijd naar boven. Nee, in het World Trade Center zag je bij het ineenstorten dat de rookpluimen die je aan de zijkant van het gebouw zag... Die worden uitgeperst. Ja, die zag je eerst van boven, daarna van onder. En hier zie je het omgekeerde is het geval. De rookpluimpjes beginnen onder en gaan dan omhoog. Nou, dat zijn die ladingen die maken die structuren kapot. En bij die andere is het gewicht. Ja, de massa die zegt van ik hou... Kom, ik hou je niet meer, jongen. Dus
Hij verpulvert die cement eraf. En dus wat we hier zien zijn wel ladingen? Nee, zo hoog zullen ze niet geweest zijn. Misschien, ja. Is dit 7? Ja. Ja. Dat ziet er wel uit als ladingen. Zou goed kunnen. Dan is het meer werk als een paar uur met 30 man, hè? Je weet het niet, hoor, of dat ladingen zijn, hoor. Want het kan even goed hetzelfde effect zijn als bij dat WTC, als hier alle dragende delen weggeknald zijn. En we zien het hier weer op van die hoekbalken, dat die ook zeggen van, ja, ik kan je niet houden. En dan krijg je min of meer hetzelfde effect, dat die ook afbreken. Dat ook een boutverbinding afbreekt. Dus ik zou dat nog niet, ik geloof niet dat dat ladingen zijn. Oké. Dat is ook niet nodig. Die buitenkant hoeft helemaal niet gesponnen te worden. Sorry, die hebben we weer. Ja. Hij begint onder, ja. Ja. Die buitenkant hoeft niet gesponnen te worden. Oké, dit is dus aan de onderkant gesprongen. Ja. Ja, in principe. Het kan zijn dat er in de midden meerdere niveaus gesprongen zijn om een voldoende valsnel te krijgen. Dat kan. Dat hoef je die jongens niet te vertellen die dat doen, maar die doen de hele dag dit soort werk. Dus die weten echt wel hoe ze hun gebouwen moeten pakken. Oké. Maar als je in de middenverdiepingen ook springladingen aan het aanbrengen bent, dan heb je meer tijd nodig natuurlijk. Dan heb je meer tijd nodig. Ze hebben het goed gedaan. Maar ja, misschien zaten er wel hele grote foyers, weet ik voor wat. Ik ken het gebouw niet. Als ze, hey, dit is een makkie. Er ontbreken al op bepaalde locaties 2 of 3 vloeren. Ik ken het gebouw niet. Nee. Maar in principe is het wel een hele korte tijd. Ja, maar ja, dat kan, hè. Als iets wat moet, mensen kunnen veel. Ja. Als je de juiste teams op de juiste plek hebt. Raar aan dit verhaal is dat de officiële rapport, gemaakt door de firma, de Federal Emergency Management Agency, die hebben onderzocht hoe dit gebouw heeft kunnen instorten. En die zeggen: it appears the collapse was due primarily to fire rather than any impact damage from the collapsing towers. Er wordt helemaal niet gesproken over explosieven. Volgens de officiële rapporten is dit helemaal niet met explosieven neergehaald. Dus, ja, ik weet niet beter of er is nagesprongen, zoals we dat dan noemen. Ja. En ik vind dit duidelijk een gebouw wat gesprongen is. Als dit een gevolg is van het neerkomen van die WTC-towers. Nou, dat zou me hoogstelijk verbazen. Ja. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee. Maar het blijft raar dat in de officiële rapporten niet wordt toegegeven dat er is nagesprongen. Ja, dat is vreemd. Dat is vreemd. Dat vind ik ook heel vreemd. Daar heb ik geen verklaring voor. Wat ik dan soms denk is dat het zal misschien wat te maken hebben met verzekeringen. Ja, dat kan ook nog. Ja, kijk, als die man omgekocht is door Silverstone, ik wil mijn premie hebben. Hier heb je ook een leuk percentage, dan schrijft hij dat toch op. Zo hangt de hele Amerika aan elkaar. Dat maakt het wel heel erg lastig van 11 september. Dat betekent dus dat je eigenlijk ook rapporten, overheidsrapporten kun je... Dan wordt het heel moeilijk. Kun je niet vertrouwen. Ja. Maar, ja, ik heb ze niet gevolgd, die overheidsrapporten, maar... Ik heb een stukje gezien ook over dat over die militaire vliegtuigen die dan allemaal de verkeerde kant op vliegen. Van die NORAD zond zit. Maar die waren ook helemaal in de war, de mensen. Maar zo'n vent vliegt niet bewust de oceaan over terwijl die de andere kant op vliegen. Maar die worden ook niet bewust de andere kant op gestuurd. Dat is één grote warbende geweest. Ja. Dit heeft een enorme psychische kracht. Maar kijk, ja, zo simpel is het dus eigenlijk. Hè? Als je de onderkant eerst ziet gaan, dan heb je te maken met springladingen. En je ziet dus duidelijk, nogmaals, het verschil met die andere dingen. Die beginnen van boven, vandaar dat ze die buitenzijde helemaal naar buiten persen. Want dat midden, die middenkoor, die zakt door. Ja. Die zakt door. Daar breken de boutverbindingen af, et cetera, et cetera. En die gaat en de rest... Zoals de energie komt, zo komt die en die perst het weg. En over dit gebouw, om te voorkomen dat andere gebouwen instorten, lijkt me toch wel dat je dat op meer verdiepingen laat springen dan alleen maar op de benedenverdieping, toch?
Dat risico kan je dan toch niet nemen? Er stonden andere gebouwen ook weer vlak naast. Ja, oké. Nou goed, er zijn meerdere manieren om... Je kunt bijvoorbeeld zeggen, op meerdere niveaus branden we alleen de kolommen door. Ja. Dat doen ze ook, hè? Ja. Dan staan ze los op elkaar. Dus... Ja, je overvalt me er nu ook even mee, maar als je eigenlijk een beetje langer over het denkt van hoe moet ik nou zo'n gebouw zo snel op, neerhalen. En je ploft inderdaad alleen maar op de begane grond de klommen weg en je verzwakt ze. Je kunt ze zo trechtervormig insnijden, dan kan een kolom niet naar links of rechts staan. Die blijft gewoon op elkaar staan, maar ze zijn wel los. Dus als die dan eenmaal gaat, dan krijg je toch het effect... Dus je hoeft lang niet overal snijlading toe te passen. Maar waar u het over heeft, dat kost je meer dan 7 uur tijd. Weet ik niet. Ik denk dat het branden, dat ligt wel. Dan moet je misschien met 20 brand, jongens, met een snijbrander. Nou, die hebben zo'n kolom in een kwartiertijd in zo'n V-vorm gebrand. Nou, laat ze dan maar eens vier verdiepingen. Vier verdiepingen, weet ik veel wat doen met zoveel man. Er staat alles zo los als... Het kan allemaal. Het kan allemaal. Oké. Ben ik van overtuigd. Oké. Nou, leuk. Dat was eigenlijk dit, het blaadjes gebeuren en het filmpjes gebeuren volgens mij. Ik weet niet of ik nog andere leuke dingen had die ik je wou laten zien. Eens even kijken hoor, wat hebben we nog meer? Deze hebben we gehad. Oh, je wilt het even zo zien. Ingevallen. Maar het andere gebouw is gesprongen. Ja. Ja. En wel op zo'n nette manier dat je je af moet vragen hoe ze dat voor elkaar hebben kunnen krijgen in de chaos van die dag. Terwijl overal brand was en ook in dat gebouw was brand. Ja, binnen zo'n maar het was maar een klein brandje. Die konden ze blussen. Die hebben ze ook geblust. Nee, dat hebben ze niet gedaan. Hebben ze niet geblust? Ze hebben de brand niet geblust. Dus de mensen die dat moesten doen, die moesten het doen terwijl het binnen nog brandde. Dat is toch onwaarschijnlijk als je het erover hebt. Toch? Bij mij is het een beetje koffiedik kijken. Want ik bedoel, dit is erg weinig gegevens. We hadden wat foto's van de andere zijde. Met name van die zijde van die Twin Towers. Ja, dan, dat klopt, die hebben we niet. Dan, er is alleen een soort van schaderapport ongeveer gemaakt. Dat heb ik hier wel ergens. Wacht even. Dit. En dit is een beetje met de natte vingers. Op grond van getuigenverklaringen van brandweerlieden hebben ze gezien van dat hier een beschadiging was. Die tot zover waarschijnlijk is gegaan. Maar het kan ook in ieder geval deze 3 kolommen hebben beschadigd. Deze 5. En deze 2. Ja, en dan moet die Silverstein ook eigenlijk wel zeggen van tear it down. Want als het brand is. En net als we zeggen. Als het eenmaal warm is geweest. Dan moet je je staal vervangen. Weet je wat het kost om je onderste kolommen te vervangen. En de rest op te vijzelen en al die dingen meer. Nou, dat zal niet goedkoop zijn voor een gebouw van 47 verdiepingen. Daar zeg je toch verder mee. Ja. En als ze dan een bedrijf zegt, joh, jij zoveel miljoen, wij doen het voor 1 miljoen. Maar zo snel gaan de zaken dan op zo'n moment, hoor. En ze flikken het. Maar het blijft dat het in het geheim is gebeurd. Het is, ik weet zeker dat ik het op het journaal heb, want dat er nog nagesprongen is, omdat de gebouwen... verzwakt waren. Dan zou het hierin moeten staan, hè, het officiële rapport. Dan zou dit hele onderzoek niet geweest zijn. Je zou de journalen terug moeten kunnen draaien van 9-11. Kun je die niet ergens bij de NOS... Dat kan ik proberen. Dat zal ik ook doen. Ik zal het eens even checken. Maar er zou bepaald wel dat het officiële regeringsrapport... een heel onderzoek heeft gewijd aan dit gebouw. Ja. En hebben gezegd van ja, misschien kan het door vuur zijn gebeurd, maar het is niet waarschijnlijk. Nee, we weten het eigenlijk niet. Dat is de conclusie van dit rapport. Nee, nou, dat gebouw van Timothy McVeigh, dat was voor de helft weg. Ja. Dat hebben ze ook na moeten springen. Het was voor de helft weg. Nou ja, daarom zat ik ook met een foto van dit gebouw. Dat is World Trade Center 3. Die heeft de volle lading van alle steunbalken van de zijkant over zich heen gehad. Van 2 gebouwen. Ja, ja. En het staat nog. Er zit wel een gat in, maar het staat nog. Maar ja, dat bedoel ik. Dus, beetje vreemd, hè? Ja. Ja, zo krijgen we niet alle antwoorden. Huh? Had je gedacht die ze allemaal te krijgen dan? Ja, had ik gehoopt. Nou, ik heb je van tevoren gezegd, ik over 2007 helemaal niets weten. Nee. Ik kan alleen maar zeggen, als dit alleen maar... Hier blijft het gebouw op staan. Garandeerd. Oké. Okay. Zullen we van deze hoek een aantal dingen doen? Heel even. Ja. Kun je dat even met je vinger zo aanwijzen, die hoek? Dan kunnen we dat
interessant, hè? Ja, zaten er nou nog mensen in de gebouw? Nee, het was geëvacueerd. Helemaal geëvacueerd, ja. Want dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Ja. Goed. Ja, daarom is het ook... Ja, dat pleit er ook voor dat ze het inderdaad ook gesprongen hebben geëvacueerd. Ja, precies. Waarom zou het al ja, en, en verschillende penthouses zitten er ook in. En grote vloeroppervlakken. Ja. Maar waarom hebben ze erover gelogen? Dat blijft. Voor de verzekering. Nou, dat zal wel met de centen te maken hebben, denk ik. Maar kan een miljonair een overheid zo gek krijgen om een vals rapport te schrijven voor de verzekering? Daar komt het dan op neer. Dat is een overheidsrapport wat daar ligt. Ik denk dat er nog zoveel belangen meer speelden bij dat hele gebied daar zo. Wie stopt zijn centen erin bij de ontwikkeling, herontwikkeling, heropbouw? Misschien zegt hij ook, doe ook mee voor zoveel procenten. Ah, dat kan zoveel zijn. Dat is zo'n hectische tijd geweest in die tijd. Dan worden er in een uur tijd beslissingen genomen waar ze alles 5 jaar over doen. Maar hij heeft alle mazzel gehad, niets asbestvrij. Want pas, Boes was er niet voor niets, dagen later, pas nadat de metingen zeiden, oké. Okay. Ik bedoel, daar hebben ze geen koning of koningin. Denk je dat Beatrix gelijk op die puinhoop had gestaan? Asbestvrij, cadmiumvrij, noem maar op, al die zware metalen. Pas als dat een beetje, dan pas had ze er mogen komen, eerder niet. En zo gaat het met Boes ook zo. Ik bedoel, maar hij is normaal en was... Normaal gesproken, als je zo'n gebouw naar beneden... Dan ben je nog weken tot maanden bezig met asbest te verwijderen. In Parijs is er pas heen gesprongen. Zijn 10 maanden bezig geweest met voorsloop, met rijden. Wij mogen pas, staat in onze verzekeringspolis, gebouwen springen als er een asbestvrijverklaring is. De metingen moeten al aangeven dat er niets meer in zit. Ja. Anders mogen we helemaal niet springen. Ja, ja. Maar dat speelde hier geen rol. Alles was al helemaal verziekt. Er zullen wel meer doden vallen in de loop der jaren, hoor. Ja, de eerste brandweerlieden die aan asbestkanker zijn gestorven, die zijn al begraven. Kijk, dat bedoel ik. Ja.